Heel gek. Ja. Nee, zolang ik kon daar blijf, vind ik het helemaal prima. Ja. Oké. Eén. Godverdomme. Welkom op de streep. De nieuwe variant van het eiland. Ja. Blijf stoks verkopen. Mm-hmm. Je hebt promotie, hè? Nou, 200 vragen lijkt me redelijk. Ja, mijn stok zal goed nog wel, of niet? Nee, dat niet. Zometeen, wanneer we die dingen hebben. Nou, ik kan niet falen op dit stuk, nee. Dus 4, 7, 6, nou, ik zou bijna zeggen gewoon zo weinig. Hij doet het niet. Ja, maar ik los het later wel op. Want ik wil dat stuk daarboven hebben, als hij eens kan. Ja, hé, vanzelf toch al land ik zo meteen op degene daar. Verkoop ik die ook nog wat met erop. Oh nee, zo gevaarlijk is het niet. Het was gevaarlijker geweest als ik dat stuk had kunnen kopen. Terug. Ik wil die hebben, ga ze om sproezen. Blijf maar 6 mooi op dat eiland. Godverdomme! Zeg toch welkom op de streep, een nieuw eiland. Ze willen het wel spannend houden, hè? Nou, wat gaat Donkey Kong doen? Nou, die blijft er nog steeds. Ja. Die gaat wel spoelen. Zie je? En natuurlijk daar weer in, hè? Ja, ik bedoel anders. Want zoveel kapitaal gaat niet in. Volgens mij als je zo'n die de 200 aantikt, is het klaar daar. Ja, volgens mij wel. Nee, weer een mooie zoet erbij. Wat erbij. Nou, dat is op zich fijn. 50%. Nou, welke zou je toch pakken? Degene waar je stokjes in hebt. Ah nee, deze is gewoon simpel. Wat zou ik dat doen? Dan controleer je beide pijpen. Maak ze maar zeker. Het is 50-50. Dus als je hem doet, doe je hem niet. Dus dat doe je hem wel. Hey, weet je wat het probleem is?
ik snij mezelf zo mee in de vinger. Want als jij dat middenstuk hebt, dan kan jij niet verliezen. Want nee, ik moet nog steeds DK en Patty overkopen. Dus in dat opzicht, ik snap je punt. Fuck it. En nu is de truc. Hoeveel moet ik hebben? 6. Dat is geen 6. Nee. Gooi nog een keer. Kan nog steeds 6. 4. Dat is geen 4. Nu gooi ik 6. Ja, je zei 6. Ja, ik weet het. Het moet duidelijker zijn. Warp. Mooi. Zo, jezus. Nee, ik had liever dat gedaan. Dan had ik op jou dat ding kunnen landen en had ik jou die shop kunnen verkopen voor, zelfs onder de marktprijs. En nu kan dat niet, dat is een beetje het probleem. Nog steeds niet, wel. Dat zou perfect zijn. Nee, steeds. Bloempot, hè? Ja, en dan kan ik gewoon naar de bank, eventueel. Als ik een suggestie mag doen. Toch dat ene vegan potje? Ja. Maar dan kan je alsnog bovenlangs. Nou, zo'n bloempot toch handig. Ja, dat wist ik. Nou, gefeliciteerd met je Monopoly. Dankjewel. Dat is een hele mooie. Dat is een mooie. En ik kan zo meteen het spruisen beginnen. Precies. Zou kunnen. Nee, het zijn meerdere dingen. Maar nu is de vraag, gaat hij force buy-out zoals Dragonlord of houdt hij zijn... Nee, ik krijg niet eens de pop-up. Ja, dat is je mijn keus. Ja, ik heb nog niet genoeg geld op de schaanspoes. Nee, ik zal ook wachten tot jij je promotie hebt. Wat ik wel even ga doen, is een makkelijke. Deze. Voor die. $200 erbij. Ik weet niet wat vandaag is, maar ze doen niet ruilen. Ze willen niet ruilen vandaag. Prima, joh. 300, je kan de pleuris krijgen. Succes. Ja. Ik snap ze niet. Ik snap ze echt niet. 2. Ook prima, nou ja. Memory block. Krijg ik weer al een van die kleine dingetjes? Ja. Nee. Als je de mission hebt, dan zie je. Inie, minie, minie, mo, catch a tiger by the toady. Ja. Zoet jezelf, mooi. Ook niet verkeerd. Wat deed dat mushroompje ook? Mushroom voor op de shop, iedere shop die je hebt met 7%. Nou mooi, iedere keer een suit yourself kaart. Dan heb ik zo meteen om 1 ding op te pakken en dan heb ik ook weer promotie. Ik zo, hè? Nee. Nou ja, hey, Dragonlord, wat? Level 5 of level 6? Ja, die was wel level 6. Ja, die was level 6. Ja, dat is. Oké.
racen naar de bank. Ja. Ik zou 2 gooien, echt boos. 1. Ja, en zie je, omdat ik nu deze meer door heb, kan ik niet naar beneden. Ja, ik snap er niks van, dat zal wel. Nou, prima, 50. En pak ik de klaver in, heb ik ook een promotie. Ga je Force buyouten? Nee. Ze hebben wel weinig geld in deze. Lekker. Nou, ik zou het lekker hebben gevonden als hij weer terug naar het eiland ging. Ja. Niet opnemen. Ja, zolang ik niet die buis weer in hoef, vind ik het allemaal prima. Hoeveel stocks heb ik? 117 die van jou. Ja, kan ik beter even, wat geduldiger zijn. Je hebt 2 levels hoger dan ik. Ja. Ah, nou. Ze gaan ook niet omhoog, die stocks, hè? Nee. Hoe kan dat? Soms worden ze gewoon geblokkeerd omdat er niet geïnvesteerd is. Dus niet geïnvesteerd is in sproes. Dus zolang niet wordt gesproes, dan capt je op een bepaald punt. Nee. Straks maar eens in. Dank je. Hoppakee. Kom je net op weg? Nee, maar van mij. Nou, nu hebben we weer geld. Laten we beginnen met deze. $870. Ik ga zo terug voor even voelen. Ja? Nou, als je zegt dat je 2 gooit, dan maak ik hem even hoger. Dus ik de verkeerde hoor. Ik had stocks in die andere zitten, maar ja. Die houdt er wel van om iedere keer spannend te maken. Nee. Net voor iedere keer wachten. Nice. Oh, Joni aan de bank, oh, mag ook hoor. Ja. Very nice. Very nice. Ja, maar dat snap ik dus niet. Van, ze kan promoties scoren, maar... Nee, mijn... Dat slaat nergens op. Mijn 70 euro is belangrijker dan promotie. Ja. 1. Hij gaat weer terug naar zijn lijn. Lekker wegblijven. Ja. Het is je niet gegund. Ik gooi zomaar 1. Mm-hmm.
trouwens, het is helemaal niet zo heel erg op de lijn ben nu. Want nu kan ik nog even snel wat suits binnen haken en dan gewoon weggaan. Ja, dat op zich is niet verkeerd, nee. Hier, maar kijk hoeveel, hoe duur die district D is. Ja, precies. Het is... Oh, nu gaat de stokprijs omhoog. Die 13 stoks, die doen het hem. Heel raar. En dan gaat hij weer weg, toch? Ja. Gele pijp, waar is de gele pijp? Rechts onderin. Mm. Eén. Zo doen. Eén. Zoet. Paradapapadampam. Paraparamparam. Je strikt het random, nou ja. Er is maar eentje waar je kan profiteren. En dat is die, ja. Alleen jammer dat hij nog niet heeft de mogelijkheid gehad om te spoesen. Nou, goed genoeg. Gaat hij weer? Ja, ach. Oeh, dat is aardig aan de prijs. Slaapie. Ja. Nu is er niet zo heel veel shops, man. Twee shops? Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Je hebt zoveel of je hebt ze niet. Heel logisch. Investeer in een plek. Ja. Waar niemand komt. Naar verhouding niet zo heel veel mensen komen. Nee. Ik ga nog maar eens proberen. Eén nog wel uit. Ja, hoeveel geld leg je erbij neer? Ik zou nog een ballonport voor maken. Ja, dat was ik inderdaad van plan. Dat is inderdaad niet praktischer dan iets anders. Laat ze niet doen, maar weet je wel, proberen maar even dingen. Nee, weet je wat we dan doen? Manage shop. Gaan we shop auctionen. Heb je nog iets van rood nodig of niet? Nee. Nou, laten we die camp aan hem uitvechten. Alleen maar van DK heb ik iets nodig. Nou, dan krijg ik 270 van haar. Dan zijn we nog één monopolie. En de 680 is nog iets te duur voor haar momenteel. Daarvoor moet ze eerst echt een promotie pakken.
Ja, ik moet echt eens een promotie pakken voor die dat ding kan kopen. Wat is wijsheid in dit geval? Nou, ik zou niet gaan spoelen. Nee, sowieso niet. Daarvoor heb ik ook te weinig geld. Focus mij even op mijn suits. Volgende promotie, dan koop ik wel die 162 over. Tenzij ze op mijn 1300 of 1600 land. Ja. Ja. We zijn er vandaag achter één ding achter gekomen. Er is geen paal op te trekken. Nee. Nou. Dat is die ik nog moest. Dus ja. Nou. Gefeliciteerd met je installijn. 1. Is jammer. Dat is jammer. Dan heb je inderdaad die gevoel nog maar een keer. Ja, oké, prima. Nee, die gaan weer terug naar zijn streep. Zo super logisch. Jezus. Eén ding snap ik niet. Had hij dat ruit al voordat hij terugging of niet? Dat weet ik echt niet. Ja. Maar anders snap ik inderdaad niet waarom hij... Nee, hey, weer je ballon. Nou, je weet waar je naartoe moet. Mm-hmm. Promotie! Dan wordt het misschien zo meteen eindelijk tijd om te gaan spruisen. Ja, had je al afkikverschijnselen? Nee, maar het wordt wel dan. Ja. Kijk, dat is nog eens geld. Ja, dit is echt storend. Ja, omdat het niet omhoog gaat, nee. Zie je maar zo, als je zo meteen flink kan boosten, dan gaat het van 9 misschien naar 30 of zo, wie weet. Dat is duur. Ja, kan hem kopen. 3. Dat is geen 3. Dat is 2 keer 3 en dat wil ik niet. Nee, ik ook niet. Zij kan ook veel. Zij heeft gewoon wat kleine stukjes. Ja. Dat is de enige reden waarom ze zoveel krijgt. Kijk, dat is 1, 2, 3, 4, 5. Haar monopolie is ook niet heel gevaarlijk die zij heeft. Ze heeft geen monopolie. Nee, maar die bijna monopolie. Ja. Is ook niet heel gevaarlijk, want op het gevoel moet je binnendoor. Mooi, je gaat spruisen, maar... Oké, hij is wel echt een spruiser, alleen niet echt iets in iets waar hij iets in heeft. Wat iets logisch is, nee. 5. Nee, 6 dan, hè. Oh ja. Nou. Ik zal gewoon, zie je, gaat van 8 naar 18, ja. Huppakee. Ja, Jessica, je hebt het ruitje nodig. Ik zou naar links gaan als ik jou. Oh, 50 cent. Ja. Ik loop gewoon een hele ronde maar naar beneden voor ding. En weet, misschien pak ik die middelste nog. Pak ze net degene die ik heb verkocht net. Maar ik krijg wel aardig vaak die kaart voor kopen voor shop. Yep. Oké, weer 3. Waar land je op als je weer 3 gooit? Waarschijnlijk pakt hij net de pijp. Ja. Oh nee.
Heel goed. Gooi nog een keer. Oh, nou. Die is op zich niet verkeerd. Mogen we elke kant op nu? Die, nou, die mag kiezen welke kant hij op gaat. Oh. Nou, weer spruzen. Is dit spruce time? Ja. Zou ik die spruzen? Voor als je uit, ja, uit het ding komt. 27 is maximale, maar. Het is inderdaad wel makkelijk om te hebben. We zitten niet in, maar we doen een mini-ga mee. Nou, je van darten? Ja, we gaan darten. Ja, we gaan darten. Geef Milan maar zo'n kist. Ik heb geen idee, want ik denk maar gewoon los. Ja, dat is het slechtste. Zal ik hem wel krijgen. Hé, hey, jijzelf. Je krijgt 10 gold waarschijnlijk. Dat is geen 10 gold. Nou, daarvoor was de animatie te lang. Commission. Oranje pijp. Nee, degene die nog over was. Ik ga hem kopen. Aan de ene kant snap ik hem, aan de andere kant niet. Nog een keer gooien of degene die nog open stond, ja. Je kan alleen maar naar links. Ik weet niet. Nou, hoppakee, weer boosten. Spruce. Is dit een boom? Want hij is van spruce wood. Ja, nou, die hoppakee. Volgens mij moet nu wel een beetje uit gaan kijken met stocks ook. Ja. Oh, valt mee. Valt mee. Ja, valt nog wel mee, maar ik zou zeggen van doe die laatste nog één keer, dan is het goed. Die 260. We hopen dat er nog iemand opkomt. Ja. Ook gewoon geen adjust terms of wat dan ook. Nee, gewoon fuck jou. Fuck jou, Bowser. Oké, okay, weet je wat? Prima. 1600. Het is fuck jou, Bowser dag. Het is fuck jouw bouwste dag, ja. Ik doe nog één keer. 2000. Ja, maar dat is ook rond hoor. 2000 gewoon rond. Nee, het is fuck jouw bouwste dag vandaag. Oké. Okay. Ik snap het wel. Het is echt fuck jouw bouwste dag.